ben Michelle Lepping, ik ben 19 jaar oud en ik kom uit Buurzen. Mijn link met de agrarische sector is dat ik op een melkveebedrijf woon, samen met mijn ouders. Het leven op de boerderij vind ik mooi, omdat ik buitenaf woon. Ik heb alle ruimte om me heen en het is natuurlijk altijd heel gezellig. Als kind op de boerderij stond ik op met mijn ouders en dan mocht ik altijd mee in de stal. En dan ging ik altijd boven op een koe zitten of iets en dan gingen we een rondje door de stal. Dat blijf ik altijd onthouden. Op dit moment ben ik niet zo heel veel meer op de boerderij. Ik werk namelijk in de kinderopvang en daar ben ik eigenlijk door de week altijd. En af en toe help ik nog wel een keer mijn ouders, maar dat is nu wel veel minder. Over 10 jaar werk ik, hoop ik, als manager in een kinderopvang. En misschien wel in mijn eigen kinderopvang. En ik zie steeds meer kinderopvangen waar dan bijvoorbeeld ook dieren zijn en dat soort dingen. En op een boerderij heb je natuurlijk een prachtige plek waar kinderen ook heel leuk buiten kunnen spelen. Dus vandaar dat ik nu daar een beetje naar aan het kijken ben.